NDP-parlementariër Melvin Bouva zegt dat nu de nieuwe regering gaat aanzitten, de coalitie zal merken wat regeerverantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit haalde hij aan op basis van de kritiek die de vorige coalitie kreeg, al zou zij elk besluit van de regering ondersteunen. Bouva wijst erop dat bij regeerverantwoordelijkheid het constant gaat om passen en meten. Hij zegt dat de vorige coalitie het beleid van de regering heeft ondersteund, omdat het naar hun inzichten zaken betrof die nodig waren om de complexe sociale en economische situatie te kunnen beteugelen. Natuurlijk, waar wordt gewerkt, zullen er 1 of 2 of 3 fouten zijn gemaakt. Maar in goede lijn moeten we wel beseffen dat de structuur van de Surinaamse economie niet de eenvoudige is. We moeten beseffen dat we in feite in een structuur waarbij we voornamelijk aankijken tegen een importeconomie gebaseerd op onze grondstoffen, een heel fragiele economie hebben. En natuurlijk is het makkelijk voor Baria Pamonide. In 2015-16 is bewezen dat door een enorme scherpe val van onze inkomsten vanuit de natuurlijke hulpbronnen die we hebben, goud en olie, we een behoorlijk gat hebben gehad in de uitgaven en de inkomsten. Waar we tot nu toe mee dealen, dus iedere maand een deficit. Een verschil tussen wat inkomt en moet worden uitgegeven. En wanneer men nu praat over salarissen betalen, laat mij u zeggen vandaag, het betalen van salarissen is niet een kunstgreep geweest van vandaag. Het is een kunstgreep vanaf het begin na de scherpe val van de inkomsten van onze natuurlijke Maar dan zeg je dat de regering dus gelukt was om de bevolking niet ongerust te maken? Het is steeds gelukt voor Jibnis, maar het is steeds gelukt om salaris te betalen. Het is steeds gelukt voor paiden en pensioenen. Het is steeds gelukt om een aantal belangrijke subsidies te betalen. Van bushouders, van boothouders, van een aantal andere belangrijke zaken die noodzakelijk zijn. Gezondheidszorg, onderwijs, steeds gelukt. Dus het is geen klaagzang geweest. Dus ik roep de mensen nu die de verantwoordelijkheid hebben op om die verantwoordelijkheid te dragen. De collega van Bouva, Ebu Jones, parlementariër van Nikeri, haalde aan dat de NDP-fractie het beleid van de nieuwe regering kritisch zal volgen en waar nodig aansturen. Jones wijst er verder op dat alles dat past binnen de strategie en ideologie van de NDP ondersteund zal worden. Wat niet past, gaan we niet afkeuren, maar we gaan bij aansturen. En het hangt natuurlijk van de houding van de coalitie af, wat zij met die aansturing doen. En op basis daarvan zullen wij dan onze strategie verder bepalen. Eén ding staat vast, het gaat niet om politiek voeren van de afgelopen 5 jaar, waarbij alles verkeerd is als het van de coalitie komt. NDP-parlementariër Ebu Jones. Onze nieuwsdienst sprak hem donderdag kort voor de inauguratie van de president en vicepresident van Suriname op het Onafhankelijkheidsplein.